Ik ben Els. Ik ben Laurens Nauwlaerts. Ik ben Margot Lambrechts. Hallo, mijn naam is Jan Truijts. Walter de Smet. Ik ben Gwenna Luipaert. Ja, ik ben Luc Marien. Dat is Christine. Dit is Karen. Waarom heb ik dit voorwerp gekozen? Om, ja, als rechtenstudent denk ik wel dat het vrij typisch is, de balans, en ook professioneel, aangezien ik actueel werk voor het Openbaar Ministerie. Dus die balans, ja, het is iets van vroeger en het is iets dat ik ook nu dagelijks op briefpapier terugvind, zowel van dingen die bij mij uitgaan als dingen die bij mij binnenkomen. Dit doet mij dus aan twee dingen denken. Het begin van mijn loopbaan. Op het parket in Antwerpen, als substituut, hadden wij ook allemaal zo'n ding. Zo'n bakkelieten, echte beltelefoon. Toen één voor twee magistraten, stel u voor. Zo één ding voor twee mensen. Van het ene bureel naar het andere. Dat is de eerste gedachte die ik daarbij heb. En toen ging het met dat ook. Er werd gevraagd om iets te kiezen uit de trek daar. En ik heb dit gekozen, een doos. Ludo heet het. Dat is een Latijnse vertaling ongeveer van het spel. Hè? En het spel, men zerger je niet. En ik vind eigenlijk twee symbolen, twee belangrijke dingen. Ten eerste, in het leven mogen we nooit vergeten te spelen. En je moet je vooral niet te veel ergeren. Hè? Mens erger niet. Ik vind dat ook een heel belangrijk statement in het leven, goed voor uw gezondheid, zowel uw geestelijke als uw fysieke, van u niet te veel te erger, niet te veel kwaad te maken. Ik weet dat wij tot misschien de laatste generatie behoorden die het tijdens het academiejaar nog zachtjes aan konden doen. Ik zie aan mijn kinderen en nu kleinkinderen die hun carrière beginnen op de UNIF, dat dat niet meer waar is. Ik denk dat het hoofdprobleem nu zeer acuut geworden is, hoe kan ik een evenwicht vinden tussen studeren, die zware last van studeren, die permanente evaluatie, en toch nog iets van mijn jong leven overhouden en mijn eigen leven opbouwen. Ik hou zeer goede herinneringen over aan mijn studententijd en ik herinner me trouwens nog zeer goed dat dit gebouw D er nog helemaal niet stond. Zo is hier nog de esplanade met de brug naar van gebouw B en C naar de cafetaria. Dat is nu ook allemaal al veranderd en alles veranderd, maar ten goede lijkt me. Wel, ik heb dit genomen omdat dit misschien ook wel aangeeft toen ik in Diepenbeek woonde en naar Hasselt in school ging, deed ik heel veel wiskunde en daar kwam een beetje mijn strot uit en ik wou iets helemaal anders doen en dat is een van de redenen waarom ik rechten ben gaan studeren. Dat en omdat ik ook een meer rechtsvaardige maatschappij wou en wil. Ik heb een niet zo heel origineel voorwerp bij gekozen, maar wel een voorwerp dat mij toch enigszins inspireert om er iets over verder te vertellen en mijn studentenleven bij de VUB toch even toe te lichten. Ik heb nooit dat studentenleven gehad. Ik was ook niet de loutere blok-based student, helemaal niet, maar ik was wel in Brussel al direct racen vrienden, veel buitenlandse studenten, politiek, sociaal geëngageerd. Ik was meer die student. Zoals gezegd, ik was in 81 begonnen, dus het is zeker niet mei 68, maar het was toch de periode van mijn eigen politieke engagementen vormgeven, zoeken. Voilà. Dat is de periode voor mij. Ik was dat soort student. Ik was eigenlijk wel een serieuze feestganger. Ik heb hier toch veel op café rondgehangen. Soms vraag ik mij nu wel af, wat heb ik toen toch niet allemaal van tijd verloren misschien ook. Met heel veel op stap te gaan, ja, toch wel. Ja. Maar ik had altijd wel de nodige discipline om als dan het examen eraan kwam om mij te concentreren. Als je maar pas begonnen bent in de rechten, zou ik zeker aanraden om onmiddellijk te netwerken. Zeker met oudere studenten. Omdat de oudere studenten vaak heel goede notas hebben.
waardoor dat je al op voorhand je leerstof al een stuk kunt voorbereiden, nog voordat de prof het gegeven heeft. En dat kan gaan van goede notities tot de vragen van het examen. En dan kun je heel gefocust studeren en win je enorm veel tijd. Recht is iets om te gebruiken eigenlijk. En om te doen. En ik vind als advocaat kom je heel direct met het recht in contact. Ik vind dat een heel directe manier om met recht bezig te zijn. En ik zou dat aanraden dat je dat als jonge jurist toch doet. Omdat je dingen leert en ervaring opdoet die je misschien later altijd kunt gebruiken. Als je in de zeer brede juristenbranche, die is heel breed is, ik sta in het onderwijs, hè, dat je daar heel veel geniet van kunt hebben. Denk goed na over evenwichtig over uw studiekeuze. Dat u iets kiest dat u graag doet of dat u toch denkt dat u daar echt interesse voor hebt. Ik zou zeggen, amuseer u, maar naar gelang uw, laat ons zeggen, studiemogelijkheden, stop op tijd. Maar ik zou zeggen, spendeer u niet enkel of focus u niet enkel op het echte studieleven, maar zet ook eens een stapje in de wereld dat je geen wereldvreemde nerd of professor of licentiaat in de rechten wordt. Ik denk dat het een hele polyvalente opleiding is. Sommigen belanden in de magistratuur, zoals ik, sommigen blijven advocaat, sommigen worden bedrijfsjurist, sommigen doen zelfs totaal iets anders. Maar het blijft een hele goede bagage. Het enige dat nu al verbeterd is bij vroeger, wij studeerden af, hadden heel weinig praktijkervaring. Je begint als advocaat, je weet dus niks. En dat was een beetje de grootste pijnpunt toen van die studies rechten, voornamelijk theoretisch, maar te weinig praktisch geïnd. Nu zie ik al studenten, dat is een master, dat klinkt wat beter dan licentiaat in de rechten. Maar dat ze eigenlijk op het einde van die masteropleiding al bijvoorbeeld 2 weken bij ons op parket kunnen stage lopen. Snel beseffen vanaf dat je op de NIF komt dat je het heft in eigen handen hebt. Dus dat je zelf keuzes kan maken en dat dat belangrijk is. Als je hier alleen moet zitten blokken en dat je er op examen, dat vond ik niet zo leuk. Ik blokte dan ook vaak thuis. Maar het kotleven, je leert vooral ook heel zelfstandig zijn aan de NIF en zeker ook als je op kot gaat. En je leert je plan trekken en daardoor leert ook dingen van jezelf kennen die je vermoedelijk niet zo snel leert kennen door thuis te blijven. Je leert zelfstandig worden, autonoom te worden, beslissingen te nemen, zonder bescherming van thuis, zonder een paraplu. En dat vind ik ook een heel belangrijke vaardigheid. Je wordt volwassen daardoor. En ik vind dat een groot verschil met mensen die niet op kot gaan. Die gaan dat ook leren, want iedereen wordt volwassen. Maar het gebeurt misschien minder snel. Moest ik het opnieuw doen, dan zou ik misschien iets minder gaan drinken en op stap gaan. En zou ik misschien meer gaan acteren of zo buiten het studeren. Iets waar ik mezelf iets meer in zou kunnen ontplooien. Maar voor de rest ben ik heel blij met mijn keuzes. Zeker ook met na mijn rechten criminologie te doen, omdat dat toch een richting is die mij meer ligt, omdat dat meer sociaal geëngageerd is. Dat is echt wel iets wat ik wou, wat ik ook zocht in het recht. En dus eigenlijk ook via de criminologie gevonden heb. Ik heb dit boek genomen, Introduction to English Law, omdat het mij doet terugdenken aan de memorabele colleges van professor Herman de Croo. Niet zozeer de inhoud van zijn les, zeer interessant, daar niet van, maar dan wel eerder zijn memorabele Engelse uitspraak. Zo had hij het vaak over morgageur, morgagie. Het heeft zeer lang geduurd tegen we uiteindelijk wisten waarover hij het had. Er was ook geen cursus van. Toen bleek dat hij het uiteindelijk over de mortgage had en de actoren daarin. Moest ik het opnieuw doen, dan had ik nog beter genetwerkt. Want ik ben er maar achter gekomen dat je enorm veel tijd kunt winnen als je weet hoe de manier van examineren is van bepaalde proffen. Als ik er nu even op terugkijk, de rechtenstudies zijn eigenlijk op het eerste gezicht heel theoretische studies. Maar mocht ik opnieuw rechten gaan studeren, denk ik dat ik het op een andere manier zou doen en veel meer belang hechten aan concrete situaties
veel pragmatischer, veel minder uit het hoofd studeren, wat dan misschien nog altijd nodig is, maar bon, als het dan moet, komt het erbij. Maar recht is eigenlijk iets wat de samenleving doorleeft, wat de samenleving doorgrondt, en dat vind ik dat eigenlijk toch nog iets vroeger althans te weinig aan bod gekomen is. Ik zou het in zeker geval opnieuw doen, maar veel meer doorleefd, op een doorleefdere manier, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, vanuit de praktijk, veel meer, als er geen voorbeelden zijn, zelf aan voorbeelden denken, meer down to earth. Goeie raad, ik zeg het nu al tegen mijn kinderen, ik heb twee dochters, 14 en 12, en die natuurlijk ook een beetje de cultuur van twee ouders uit de VUB meekrijgen in de opvoeding. Ik denk dat het voor jongere mensen moeilijk is om keuzes te maken, dat men al heel vroeg gedwongen wordt om in een keurslijf van presteren te vervallen, en dat is ook aan de VUB zo. Dat is nergens anders. Ik denk dat die gelukkig onbezorgde jeugd, dat daar wel een stukje minder van zal terug te vinden zijn in hun studententijd. Daar ben ik absoluut zeker van. Men is meer aan het vechten voor dat diploma, men zit ook meer achter dat internet, ik merk dat nu ook. Wij gingen op café, we hadden geen gsm, we hadden geen laptops, voor ons was dat sociaal contact, mensen zien. Waarom rechten? Rechten is een voor mij een logisch gevolg, omdat ik eerst een andere keuze heb gemaakt. Ik heb eerst op de campus Jette heb ik medisch sociale wetenschappen gestudeerd. Wat men ook wel eens ziekenhuiswetenschappen pleegt te noemen. En de keuzevakken, of de weinige keuzevakken die ik had, heb ik toen vooral rechtvakken gekozen. Ik heb toen ook een proefschrift gemaakt dat meer juridisch georiënteerd was. En dan die smaak voor die rechten te pakken gekregen. En dan toch nog gekozen om na die ene opleiding die andere te volgen aan de VUB. Dus rechten in drie woorden. Rechtvaardig, maar niet altijd rechtvaardig. Nee. En mensen helpen. Fundamenteel, breed en creatief. Orde, rechtvaardigheid, democratie. Ik heb een zeer geliefd boek waar ik nog altijd thuis mijn laatste exemplaar van bewaard heb. Want elk jaar was dat toch een nieuwe kopen, vermits dat die vaak vrij vochtig waren door het nodige gebruik van geestrijke drank. Maar waarom is dat boek? Dat is de codex van de VUB. Hè? Dus het heeft niks te maken met studeren, maar daar staat ook veel wijsheid in. Daar heb ik toch de fierheid te zeggen dat het VRG-lied, dus het clublied van de rechten, dat ik daar mede-auteur ben mee geweest, samen met nog andere illustre figuren zoals Nick van der Marlieren en Sam Moerman. En in die periode schreven wij eigenlijk op de Ode aan de Freude van Ludwig van Beethoven, de negende van Beethoven, schreven wij dus een tekst die dan toepasselijk was voor de rechten. We laten nu daar graag iets van horen. Moeders, mederechtsstudenten, voegt u bij het VRG. Zwaard van Themis zal ons leiden door de donkere duisternis. Weg het onrecht en de misdaad, weg de pijnbank en de galg. Strijd voor vrijheid en gelijkheid, handhaaf de gerechtigheid. Is goed zo.